Welkom bij de tweede video. In deze video zal ik u vertellen wat ik exact heb gedaan om van dit resultaat naar dit resultaat te gaan. 9 maanden heb ik daar werk in gestoken. Dat is echt niet veel in vergelijking met een mensenleven. Dus als je gewoon je tanden daarin zet en gelooft in het proces, dan kan ik u garanderen dat de resultaten zeer, zeer zichtbaar zullen zijn. Het enige wat je moet doen is gewoon geloven in het schema, het blijven opvolgen en u niet ergeren aan uw gewicht, dus aan de weegschaal van de spiegel. Je moet je eigen niet maand per maand gaan opvolgen en in de spiegel gaan zien, is er al resultaat of niet. Want op den duur dan zie je eigen resultaten niet meer. En ik denk dat iedereen dat ervaring heeft met fitness, dat kan bevestigen dat wanneer je begint te trainen, dat je altijd meer wilt. En dat het heel moeilijk is om gelukkig te zijn en blijven met je eigen lichaam. Daarom is het belangrijk dat je dus een schema voor jezelf opstelt en daar gewoon in gelooft en er 100% zeker van bent dat je op het einde van de rit heel mooie resultaten zal bereiken. Voor mij was dat 9 maanden tijd. In die 9 maanden tijd heb ik een push-pull-leg schema gedaan. Dat houdt dus in dat ik op 1 dag mijn duwoefeningen doe, op de 2e dag trekoefeningen en op de 3e dag beenoefeningen. Dat schema dat is iets waar ik zelf fan van ben en iemand heeft me dat aangeraden en dat heeft heel goed voor mij gewerkt. Natuurlijk zijn er heel veel andere schema's. Ik ga dus zeker ook niet zeggen dat dit het allerbeste schema is. Maar ik vond het heel leuk om te doen en ik was heel blij met het resultaat. Dus de training was een push-pull-leg schema. Waarbij ik op de eerste dag dus push doe, alle duwoefeningen. De eerste oefeningen daarvan is de standing military. De tweede oefening daarvan is de decline bench press. De derde oefening is between the legs cable lateral raise. De vierde oefening is de dumbbell press. Bankje zit ik onder 45 graden. Ik heb heel lang eerst onder 26 graden getraind, maar ik heb gezien dat er in studies getoond wordt dat die bij 45 graden veel meer je borst activeert dan bij 26. Allee, veel meer. Het is allemaal relatief, het zijn de kleine beetjes die helpen. De volgende is de tricep pushdown. En dan als laatste skull crushers. Dus dit is dag 1. Dag 2, die doe ik vlak na de pushdag of je neemt een dag rust. Dat kies je volledig zelf. Dag 2 is de pulldag. En op de pulldag begin ik met de deadlifts. Daarna doe ik pull-ups. De barbell rows. De lat pulldowns. De T-bar row, de hammer curls en de preacher curls. Goed, dus dit is mijn tweede trainingsdag. De derde trainingsdag die doe ik ook vlak na de eerste en de tweede. Dus ik doe maandag pull, dinsdag push. Nee, maandag push, dinsdag pull, woensdag benen. En als ik op donderdag nog niet stijf ben, dus niet meer stijf ben, dan begin ik gewoon terug met push. Moet je zelf aanvullen. Als je voelt dat je lichaam rust nodig heeft, neem dan rust. Op mijn derde dag doe ik de squats. Dan lunges. Hamstring curls. En de laatste oefening zijn kuiten. De oefening die ik hier net allemaal heb verteld, is de enige oefening die ik voor 9 maanden tijd heb gedaan. En daarom heb ik deze resultaten bereikt. Het zal je misschien opvallen dat ik geen 1 buikspieroefening heb gedaan. En dat klopt. Abs are made in the kitchen, een heel bekende meme in de fitnesswereld en dat is effectief zo. Je moet echt niks doen aan je buikspieren om blokjes te hebben, behalve juist eten. Je kunt 10.000 sit-ups doen, maar je gaat geen 1 blokje zien als de voeding niet juist is. Goed. Verder over hoeveel reps en sets. Ik hoop dat je weet wat een set is. Als je dat niet weet, ik zal het even kort uitleggen. 1 set van 3 reps, dat is bijvoorbeeld 1, 2, 3. Dat zijn 3 reps, dus reps van repetition, herhalingen, 3 herhalingen in 1 set. 2e set, 1, 2, 3, even wachten. 3e set, 1, 2, 3. 3 sets van 3 heb ik net gedaan. Okay? Dat mag niet zo moeilijk zijn. Bij de standing military doe ik 10 reps. Eigenlijk doe ik overal 10 reps. Ik mik altijd op 10 reps. Als je sterker wilt worden bij een bepaalde oefening, dan is het efficiënter om heel hoog gewicht te tillen en minder herhalingen. Maar daar raad ik je alleen pas aan als je heel lang aan het fitnessen bent, stronglifters die kampioenschappen doen en zo. Dat zijn mensen die jaren van ervaring hebben
Die kennen hun eigen lichaam en die gaan minder snel blesseren tegenover iemand die nou net in de fitness zit en dan heel hard zijn gewichten gaat proberen tillen. Dat leidt tot blessures en slechte uitvoering, etc. Het is trouwens ook voor een mooi lichaam te creëren veel beter om tussen de 10 en de 15 herhalingen te blijven, afhankelijk van elke spier. Goed, ik ga daar niet te veel in detail gaan. Dan werk ik met slow twitch en fast twitch fibers. En elke spier heeft en slow en fast twitch fibers in die spier zitten, waardoor dat je dus meer of minder herhaling moet doen voor die exacte spier maximum te gaan activeren. Maar opnieuw, ik ga je de diepgaande theorie besparen. Ik ken die zelf ook niet perfect. Ik zeg gewoon wat ik heb gedaan en dat is altijd 10 reps. Okay? De 7e, de 8e, de 9e en de 10e herhaling, dan moet je echt aan uiterste van je kracht zitten. Je moet dat bijna niet meer omhoog krijgen. Dat is ook de reden waarom ik altijd met een spotter werk. Dan kom ik dus bij het volgende punt. Een spotter, heel belangrijk, waarom? Je moet pushen tot je uiterste limiet altijd, vind ik persoonlijk. Het kan niet zijn dat je aan benchpressen bent en dat je bij je 10e herhaling bent, de bar teruglegt en dat je eigenlijk direct terug kan beginnen om er nog eens 10 te doen. Nee, op het einde van die set kun je die bar niet alleen dragen. Dat is de bedoeling. Je moet uitgeput zijn. Oké? Nou, wacht een minuut en je doet dat terug. Zo doe ik dat bij elke oefening, behalve bij de squats, bij de deadlifts en bij de pull-ups. Bij squats doe ik 5 reps en bij deadlifts ook 5 reps. Gewoon voor de reden dat ik daar graag hoger in gewicht ga. En je voelt gewoon dat je daar heel sterk van wordt van die oefeningen, maar dat die ook heel zwaar is. Dus heel je lichaam wordt erbij getraind. Dat is ook de reden waarom dat die in het begin van je dagen zijn. Dus je beendag begint met squats en je pulldag begint met deadlifts. Gewoon omdat als je die oefening 3 sets juist doet, dat je echt kapot bent ervan. Ik doe zelfs ongeveer 8 sets squats. Gewoon omdat die eerste sets dat allemaal opwarmen is. Dat die houding goed moet zijn. Trouwens, als je die oefening, de correcte uitvoering ervan wilt zien, want ik heb hele korte video's ervan laten zien, dan kan je best gewoon de naam van de oefening opschrijven op YouTube en dan een keer kijken naar de wetenschappelijk onderbouwde theorieën die erbij zijn. En dan gaan ze tonen wat je perfect moet doen om die oefening juist te doen. Oké? De eerste weken en eerste maanden in fitness moet je ook gewoon die oefeningen gewoon worden. Als de uitvoering juist is en je voelt dat je lichaam dat oké vindt, dan moet je heel hard beginnen pushen. Maar de uitvoering is zeer belangrijk om blessures te voorkomen en om maximum spiergroei te gaan hebben. Dan het volgende waar ik het over wil hebben is je gewichten opschrijven. Het kan niet zijn dat je één dag shoulder press doet, dat je daarbij dus 100 kilo kan doen. Nou, dat ga je nooit niet kunnen doen met je schouders, moet al heel sterk zijn. Laten we zeggen 40 kilo en de week nadien 30. Dat kan niet. Tenzij dat je voeding heel slecht was en je slaap. Je kunt dat. Je hebt er gewoon niet altijd veel zin in om zo hard te duwen en om alles te geven. Daarmee moet je dat opschrijven. En je moet dat gewicht terugpakken. Als je ziet, vorige week 40 kilo, doe je nu op zijn minst 35. Voor evenveel herhaling. Okay, zodanig dat je altijd jezelf tot die uiterste limiet blijft pushen, want dan gaat het meeste spiergroei gaan hebben. De rust tussen de sets voel ik zelf een beetje aan. Ik weeg meestal 1 à 2 minuten. Maar je moet ook zeggen, opnieuw, voelt dat aan. Als je voelt van ik kan nog, dan moet je gewoon terug beginnen. Rustdagen, opnieuw de eerste maanden dat je in je schema zit, ga je wat meer rustdagen nodig hebben. Ik neem bijvoorbeeld soms weken aan een stuk geen rustdagen. Gewoon voor het feit dat ik op één dag duw, dus al mijn spieren voor te duwen worden geactiveerd. En dan een dag nadien is het pull, de dag daarna is het legs. En dan zijn we al 4 dagen verder, dus dan kan ik al terug die oefeningen gaan doen. Want die zijn al niet meer stijf tegen dan. Maar als het de eerste keer is dat je die spieren gaat activeren, dan gaan die wel een paar dagen langer stijf zijn. Dus luister naar je lichaam. Als je even bezig bent, dus je bent een paar maanden heel hard aan het trainen, kan het zijn dat je lichaam een paar kwaaltjes gaat hebben. Dat is normaal. Je ellebogen daar een beetje pijn doen, je schouders dat is wat vastzitten en zo. Als dat echt te veel pijn doet, stop gewoon met trainen. Een blessure, dat wilde niet, want dat gaat heel lang thuis zitten. En dat gaat ook invloed hebben in je privéleven. Je hebt waarschijnlijk nog een job en andere dingen die je graag doet en je wilt die niet laten wegvallen door fitness. Dus, waar raad ik je aan? Als je spieren beginnen pijn doen, gewoon even deloaden. Deloaden, dat betekent dat je dus gewoon heel veel herhalingen gaat doen. Dus bij elke oefening doe ik in plaats van 10 reps, waarbij dat ik alle kracht eruit duw, doe ik er 20 ietsje sneller. Dat er gewoon bloed doorstroomt en dat je lichaam goed soepel kan worden, zeg maar. En als het echt superveel pijn doet, laten we eigenlijk aanzien en stop gewoon met trainen. Ik heb ook tijden gehad dat ik een schouderblessure aan het krijgen was. Het is nooit echt een blessure geworden. Maar er waren dagen dat ik in de fitness kwam, één keer een bar vastnam en voelde van oké, ik moet stoppen, want anders ga ik het hier echt erger maken. Ik heb het dan ook gedaan. En dan als laatste, momentum creëren. Dat is eigenlijk, ja, spreekt voor zich. Hè. Als je een hele grote vrachtwagen bijvoorbeeld
in gang moet duwen. En je moet die vooruit duwen. Dan moet die in het begin heel hard duwen. Maar eens dat die begint te bollen en die is aan het rollen, dan moet je nog minder hard duwen voor die te laten blijven rollen. Zie je? Dan kun je dat zwaar gewicht, dan blijft dat vlotjes bollen. Maar die eerste duw is heel moeilijk. En waarom maak je die vergelijking? Met fitness is dat net hetzelfde. In het begin ga je die oefeningen moeten leren, die gewichten opschrijven. Je moet dan nog wat plannen in je schema, wanneer ga ik gaan en zo. En de juiste kleren kopen eventueel. En je voeding aanpassen en zo. En dat is allemaal nieuw en je gaat daar moeten zoeken. Maar eens dat dat een deel van je leven is, dat je dat een paar maanden doet, dan is dat simpel. Maar echt simpel. Dat is hetzelfde als je schoenen aandoen. Dat is routine. Je moet er niet meer bij nadenken en dan kost dat ook geen wilskracht meer. Goed? Dus hiermee ga ik de video afronden. Gewoon opnieuw, alsjeblieft, geloof gewoon in dat proces. Als jij iemand bent dat echt actie wilt nemen, schrijf op, ik ga de komende 6 maanden of 12 maanden of 2 jaar of 2 weken, 2 weken is heel weinig, 3-4 maanden ga ik elke week dat en dat doen. Maak foto's van jezelf in je onderbroek voordat je dat doet. Ik heb zoveel spijt dat ik dat niet heb gedaan. En dan 6 maanden later maak je foto's van daarna. En je zult zien dat de resultaten verbazingwekkend zullen zijn als je alles correct toepast, wat ik u zeg. Je gaat heel blij zijn met je lichaam op den duur, gewoon omdat je dat groot verschil ziet in die foto's. Want als je elke dag in de spiegel gaat zien, en zeker na het fitnessen, als je in de spiegel kijkt, staan je spieren opgepompt, dan ben je vaak meer tevreden over je lichaam dan dat je naar de fitness vertrok. Maar een dag nadien zijn die spieren niet meer opgepompt. En als je dan in de spiegel kijkt, dan ben je vanzelf al minder tevreden. Ik wil je maar zeggen dat dat mentaal een heel spelletje wordt als je er te veel op fixeert. Daarmee, ik kijk er, probeer er zelf gewoon niet naar te kijken aan de hand van een periode. Dus na 6 maanden, dan houden de foto's naast heen, of je kunt jezelf in de spiegel zien, dan ga je zien dat je echt heel tevreden bent met het resultaat. En dat het de moeite meer dan waard is. Ik heb hier in deze video's heb ik het nog niet over de mentale voordelen van fitness en heel veel mentale voordelen bij fitness. Gewoon omdat je jezelf sterker maakt, dat je jezelf heel de tijd pusht, je wilskracht gaat omhoog, etcetera, etcetera. Voilà, de video zit erop. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt en dat ik tenminste één iemand heb kunnen inspireren. Op mijn 17, 18 jaar toen zat ik niet zo goed in mijn vel en beginnen met fitnessen was een heel goed idee om dit probleem op te lossen. Over de jaren heen ben ik dus beginnen trainen. Ik heb nooit echt alles uit de kast gehaald en toen besefte ik dat ik eigenlijk eens één keer alles wou geven. Ik wou zien hoe dat ik mijn lichaam nu zuiver kon krijgen. Dus ik heb mijn dieet aangepast, ik heb mijn training aangepast en ik heb mezelf een datum gegeven en op die datum zal ik een fotoshoot doen. De oefening die ik heb gedaan kun je dus zien in deze video. En de reden dat ik dit vertel is ook gewoon om te zeggen dat ik zelf ook nooit had gedacht dat ik er zo goed kon uitzien eigenlijk. Ik ben heel blij met het resultaat en ik heb ook een aanbod gekregen van de fotograaf om mee te doen een modelwedstrijd. Toen ik dat aanbod pas kreeg, toen dacht ik in mezelf, alleen ik een model, maar uiteindelijk ben ik heel blij dat ik die kans gegrepen heb. Uiteindelijk, als ik later terugkijk op deze periode van mijn leven, dan kan ik alleen maar spijt hebben van de dingen die ik niet heb gedaan. Ik hoop dat je iets van de video hebt gehad. Als je nog vragen hebt, twijfel dan echt niet om die aan mij te stellen. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om de video te kijken. Even leuk dan ik het vond om hem te maken. Bye!